Goeiedag. Ja, deze ochtend hier en daar een paar mooie zonnestralen. Goed hier verbeeld in deze foto. Maar weldra kreeg toch bewolking weer vaak de overhand. Het is heel rustig weer, maar dat gaat wel veranderen. Volgende week krijgen we een zeer wisselvallige week voorgeschoteld. Met misschien wel stormachtige wind. Ik sluit dat zeker niet uit. En ook wat winterse perikelen. Met andere woorden, wat we hier op de achtergrond zien op deze foto. Hogere golven. Ik denk dat die kans behoorlijk groot is volgende week. Ik kom er straks uitgebreid op terug. We gaan eerst nog maar eens even kijken naar dat rustige weer waar we nu mee te maken hebben. Een hoge drukgebied, ja, dat ligt nog steeds in onze buurt, uitlopen richting West-Europa, vanaf de oceaan gezien. En dat zorgt voor kalm weer. En over het algemeen is er dan veel bewolking aanwezig. En kan er ook eens af en toe wat motregen vallen. Deze ochtend hebben we dat ook nog gezien. Ook morgen sluit ik dat niet uit. En we zien op de animatie dat vanaf zondag de neerslag flink gaat toenemen. Want de stroming wordt dan noordwest. Lage drukgebieden krijgen meer invloed. We zien dat het hoge drukgebied helemaal terugtrekt naar de oceaan. En dan ja, moeten we ons gaan klaarmaken voor wisselvallig weer. Soms ook misschien wel met wat winterse neerslag erbij. Dat is helemaal niet uitgesloten volgende week. Het is overigens ook niet gek hoor dat dat zo'n beetje halverwege eind november een keer gaat voorkomen. Laten we eerst maar naar het weer voor morgen kijken, voor vrijdag. Een bewolkte dag met 10 tot 12 graden op de meeste plaatsen. Zeeland misschien 13 graden. En een matige zuidwestenwind over het algemeen. Aan zee kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Wel veel bewolking, voor de zon is weinig ruimte. En misschien wel in de loop van de dag ook hier en daar weer wat motregen uit dikkere bewolking. Zaterdag, dan beginnen we ook bewolkt, misschien wel met een paar opklaringen. En dan later op de dag vanuit het noordwesten, ja, wordt de bewolking dikker. En kunnen we er rekening mee gaan houden dat er al wat regen gaat vallen. Het wordt zo'n 9 tot 12 graden, hoogste temperaturen in de kustgebieden. Zondag, dat wordt al een ronduit wisselvallige dag, waarbij de temperatuur tussen de 8 en de 11 graden gaat uitkomen. En de wind die draait van zuidwest naar west en later noordwest. En maandag hebben we dan ook te maken met een noordwestenwind. Ik denk dat dat een zeer wisselvallige dag wordt, met veel buien. Tussen de buien door is er dan ook wel wat ruimte voor de zon. En met die noordwestenwind zien we ook dat de temperatuur steeds lager gaat uitkomen. 7 tot 9 graden gaat het worden. En dan daarna. Ja, ik ga u dat toch laten zien, want dat zijn indrukwekkende weerkaarten. Laat ik dat maar eventjes zo omschrijven. We zien in ieder geval dat er flink wat buiigheid tot ontwikkeling komt boven de Noordzee. Storingen kunnen vanuit het noordwesten Nederland gaan bereiken. En dat betekent dat we zeer wisselvallig weer gaan krijgen. En dan komt er ook nog eens een lage drukgebied vanuit het westen opzetten. En u ziet die paarsige tinten. Dat betekent dat er ook wel kans is op winterse neerslag en ook veel wind. Met name op dinsdag kan er flink wat wind komen te staan. De meeste modellen laten dat wel zien. Het is natuurlijk nog wat ver weg, maar het is wel iets om in de gaten te houden. In ieder geval niet meer dat rustige, kalme weer van de afgelopen tijd. En hier zien we zelfs op donderdag het Amerikaans model nog met een nieuw lage drukgebied richting Nederland komen. En ook dat lage drukgebied zou wel eens met wat winterse neerslag gepaard kunnen gaan. Is natuurlijk allemaal ver weg. Hoe dat allemaal precies gaat verlopen, dat houden we de komende periode goed in de gaten. Wat ik u wel laat zien is in ieder geval dat het andere weer gaat worden. Want de neerslagkansen nemen enorm toe. We zien het hier al vanaf zaterdag. Moeten we er rekening mee houden dat we de paraplu moeten gaan gebruiken. Zaterdag en zondag zal dat ook nog wel makkelijk gaan lukken. Maandag, dinsdag en woensdag echt wel wat meer wind. Met andere woorden, dan moet het wel een stevige paraplu zijn. Nog een fijne dag.